feit dat mensen heel snel zeggen dat ze van mij, daar word ik echt depressief van. Dat raakt mij, omdat die personen die willen hun gevoelens gewoon heel sterk uitdrukken. En daarom gebruik ze het woord depressief, terwijl eigenlijk meer het woord triest of verdrietig wordt bedoeld, of gewoon in een dipje zitten. En daar heb ik gewoon moeite mee. En ik zeg dat ook al tegen mensen als ze zoiets zeggen, omdat ik vind, je mocht zoiets gewoon niet zeggen. Als je zelf in een depressie hebt gezeten, weet je hoe diep het is om dan te zitten. En dan is het gewoon moeilijk als mensen dat gewoon gebruiken alsof het is iets wat ik even heb, een momentje, een tel. Terwijl dat iets is waar je heel lang over doet om eruit te geraken. Ja, het cliché ook van draait die knop om. Maar je hebt toch een leuk gezin, je hebt een mooi huis. Dus kijk daar naartoe en dan is alles opgelost. Dat is niet opgelost, dat verandert niet zomaar. Dat vooral, denk ik. Ga maar eens vroeg slapen en morgen is het over. Nee, zo werkt het niet. Het cliché of vooroordeel wat ik het meest mee heb gestoord is eigenlijk dat mensen zeggen van het zal wel niet zo erg zijn. Denk maar eens aan die kindjes in Afrika, die hebben het toch veel slechter. En, of stel je niet zo aan, dat heb ik ook gehoord. Of nog erger, ik vond het eigenlijk het meest verschrikkelijke dat ze zeiden van eigenlijk van stel je niet zo aan, hè, je maakt er veel meer van dan het is. Of wentel u niet in de slachtofferrol, nog zo'n vreselijke. Omdat je wilt net niet het slachtoffer uithangen, maar wanneer mensen dat zeggen, komt dat heel erg binnen. En dat wordt soms te gemakkelijk gezegd. En tot slot ook wel het vooroordeel van mensen met depressie zijn mensen die het zelf hebben gezocht. Die moeten gewoon wat meer hun best doen en dan komt dat allemaal wel goed. Dus alsof dat het je eigen schuld is. Dus ik ken er heel veel op, maar ik heb van alles gehoord. Een heel groot cliché dat ik zag terugkomen, was dat jongens of mannen binnen de psychiatrie niet echt thuis horen. Ik ben ook als enigste man door heel mijn proces binnen de psychiatrie gegaan. Ik heb er heel veel mensen zien komen en gaan en ik ben de enigste man geweest in heel het proces. En in mijn ogen ligt dat niet aan het feit dat vrouwen zogezegd een zwakker geslacht zijn, maar gewoon eerder aan het feit dat mannen niet de ruimte hebben of die ruimte vinden in zichzelf om zich te kunnen uiten, om zich als zwak te kunnen, zwak tussen aanhalingstekens, want in mijn ogen is het niet zwak, om zich hun gevoelens te kunnen uiten en eigenlijk dat storen van zich af te laten vallen. Dat is een eerste taboe dat mij heel hard heeft bezig gehouden en eigenlijk zelfs gekwetst, dat mannen zoiets niet kunnen. Maar zo'n labeltje van, psychiatrie, je bent gek, alleen de gekken zotten zitten daar, waar er niets meer aan kan gedaan worden, maar dat is totaal niet waar. Daar zit veel meer achter, veel meer dan, veel meer buiten die context. En gewoon die woorden kloppen ook gewoon niet, maar komen wel hard aan en dat beseffen mensen niet. Ja, je hoeft helemaal niet gek te zijn om daar te zijn. Je hebt er niet om gevraagd, dus hoe zou ik gek zijn? Dus het feit dat voor de mensen is die zwak zijn, dat ze de wereld niet aankunnen of het leven niet aankunnen, ja, mensen vinden dat maar belachelijk. En daar heb ik mij het meest aan gestoord. Waar ik me het meest aan geërgerd heb, is het oordelen. Mensen die de situatie bekijken vanuit henzelf en niet vanuit ons leven, vanuit de patiënt zelf. Weinig begrip dat er getoond wordt. En dan ook zo uitspraken zoals van get your act together en neem uw moed allemaal samen en dan komt dat allemaal goed. Ja, zo werkt het dus niet.